Hallo, ik ben Arjan en welkom bij de eerste aflevering van Starbound. Ik heb toch besloten hier wat mee te gaan doen. In ieder geval te gaan spelen. Ik denk, dan neem ik het ook meteen op. En ik begin met een nieuw spel. Ik heb al een karakter aangemaakt. Dit is R2-Lintu en hij is een glitch. En we zijn in het schip. Een nieuwe quest. Time for an upgrade. As one of the few glitch to achieve self-awareness, you were forced to flee your home with little preparation. Your ship has run out of fuel in orbit of an unknown planet. Before setting out in search of fuel, search your ship's storage for a matter manipulator. Press E to interact with objects. We gaan in de kist onze matter manipulator pakken. Ik wil ook het zwaard hebben. Ik pak alle andere spulletjes ook meteen mee. Ik heb het natuurlijk ook al in de eerste indrukvideo gedaan. Kijk, well done. The matter manipulator allows you to manipulate almost anything in the game world. En nu hebben we een nieuwe quest. It's time to search the planet for fuel. To survive down there, you need tools. To produce tools, you need to make yourself a crafting table. Use your ship's teleportation platform to beam down. Oké, gaan we doen straks. Het is leuk dat je de motor hoort. Nu het midden en nu wat meer naar links. Hier hebben we die dingetjes die we niet kunnen gebruiken. Fuel is op. En we zijn nu, even kijken. We hangen boven Alpha Sigma MA59674. Dat is ook weer een forest biome. Het is allemaal super interessant, maar we kunnen natuurlijk nu nog niks. Dus we gaan op pad. Zullen we even naar ons verhaal kijken? A glitch journey begins. Even kijken, dit hebben we al gelezen. We zijn natuurlijk een van de few glitches to achieve self-awareness. We zijn hier zonder brandstof geraakt boven een onbekende planeet. Being an outcast in unsympathetic territory is hard. Being an outcast stuck in space is even harder, you find. But with self-awareness comes self-preservation. No longer tied to the hive mind, you have the capability to think independently and get yourself out of this mess, at least in theory. It's time to find out how just how useful sentient thought can be. Oké, we zijn een robot die uit een massaal bewustzijn zijn gegaan en we hebben ons eigen bewustzijn. Outcast no more. Relieved. Severed from the glitch hive mind, I feel more liberated than I ever have. Concerned, but I am alone. Hopeful. There are others like me out there. Positive. I know I will find them. Curious. But now I can think for myself. Something bothers me. Reflective. Who created us? Where do we come from? What are we? Determined. Perhaps on my journey I will find the answers. Determined. After I find fuel. En dit is dus de manier waarop glitch praten. Ze zeggen eerst hoe ze zich voelen. En daarna zeggen ze de zin die daarbij past. Ik vind het cool. En dit gaat over de besturing. Die ken ik al. We gaan de planeet eens bekijken. En dan zijn we op Alpha Sigma MA59674B. En hier ligt Pixels. En ik ga meteen maar eens eventjes flink op pad. Ik heb inmiddels wat geleerd over dit spel. Dus dat is prettig. Ik kan het ietsje beter, hoop ik. Iets sneller. We gaan in ieder geval een boom omhakken. En ik zie hier ook erts. Dat kan ik ook goed gebruiken. En steen. Ik heb wat spulletjes nodig. Hup, unrefined wood. Oh, dan zien we ook weer een apart monster. Ik heb volgens mij nog geen enkele twee keer hetzelfde monster gezien hier. We gaan craften. Wat we hebben nodig? Planken. Ik ga alles omzetten. Hoeveel heb ik er? Ik heb er 21. Ik wil overal planken van gemaakt hebben. En dan maken we in ieder geval een werktafel. Well done. Use the crafting table. Using the crafting table will give you access to a wide range of new recipes. By now you're likely to
beginning to feel hungry. Food can be found in a variety of places, but in a pinch, hunting is your best option. Obtain some alien meat by killing a monster with a bow and cook it on a campfire to produce cooked alien meat. Oké, zover was ik de vorige keer ook. Maar voordat ik verder ga, ik wil even dit bekijken. Ik denk dat dit kool is. Ja, kool. Dat is goed. Dan hebben we straks fakkels. Ik heb inmiddels geleerd dat als ik zeg maar hier, nu selecteer ik 4 blokken. Als ik shift ingedrukt hou, selecteer ik 1. Dus als ik hier zou gaan zitten, dan hak ik al die 4 blokken weg. Dat is best goed bedacht. Ik zie verderop volgens mij nog 2 andere soorten erts liggen. Maar ik wil ook steen hebben. Dus die nemen we ook mee. Want het cobblestone heb ik nodig voor steen gereedschap. En met steen gereedschap kan ik bijvoorbeeld een houweel maken en een bijl en dat soort zaken. Nou, ga eens maar eens even de werkbank plaatsen. Dit ding zet ik, even kijken hoor, hier neer. En ik wil mijn inventaris. Waar heb ik die crafting table? Oh, hier. Die gooien we hier neer. Goed, dan gaan we erbij staan. En dan kan ik allerlei dingetjes maken. Ik kan namelijk bricks maken. Maar ik denk dat ik ook wapens kan maken. Nee, ik kan er geen wapens maken. Gereedschap. Ja, kijk. Een stenen pickaxe. Daar heb ik voor nodig. 10 cobblestone. En 28 planken. Kan dat? Ja, ik heb een pickaxe. Wat ik ook heb begrepen. Dus als ik nu zeg maar in mijn inventaris zit. Ik zou die pickaxe zeg maar op 1 zetten. Ik heb hier fakkels. Die hier neer. Met een manipulator, zaklamp. Ik hoef volgens mij het hele zwaard niet. Die kan ik op linkermuis opzetten. Dat is best wel handig. Dus wat kan ik nog meer maken? Ik kan verder niks maken, maar ik heb in ieder geval een pickaxe. Dus dat betekent dat ik dit kan wegmijnen. Ik hoop dat het monster daar een beetje oké is. Ja, dat gaat dan een tandje vlotter dan met die metal manipulator. Ik denk niet heel vriendelijk trouwens, maar dit haakt wel lekker snel weg hoor. Dat had ik tijdens de eerste indruk video nog helemaal niet door. Arthur Lintu doet het heel goed. Nee, dat maakt wel lekker snel weg. Dat ding kan ook slijten zo te zien. Nou, ik ga eerst het kool weg. Het is heel fijn werken dit. Kom maar op met de spullen. Ik ga straks even naar rechts. Gaan we even kijken wat daar allemaal te vinden is. Ik denk ook verderop dat het ijzer is. Maar ik heb in ieder geval, ik moet een boog maken. Dus ik heb plant fiber nodig. Nou, ik pak alleen dit even mee en dan gaan we er vandoor. Ja, oké. Okay. Ja, hij is niet oké. Okay. Niet oké. Okay. Zo. Ik heb pixels gekregen. Nu gaan we even kijken wat dit is. Ik denk dat het koper is. Vermoed ik. Ja. Rechts zie ik een grot. Wat is het verderop dan? Zou het ijzer zijn? Gaan we gewoon even naartoe graven. Dan zien we het vanzelf wel. De cobblestone komt ook wel goed van pas. Ik moet straks wel een huisje bouwen natuurlijk. Zo leuk als die boom omlaast als ik er een steen onder weg hak. Maar zo werkt het niet denk ik.
En de grote vraag is natuurlijk, ik heb ijzer hier, ja. En de grote vraag is, als ik nu een bel maak, heb ik daar de werkbank voor nodig? Ik denk van wel. Zo. Ga eens even kijken. Kan ik nu zo een... Nee, dat kan niet. Ik moet daarvoor naar de werkbank. En dan hebben we hier... Ik heb te weinig hout. Ik heb te weinig hout. Dan gaan we nog even deze bomen omzagen. En die verderop ook. En dan denk ik dat we wel even genoeg hebben. We maken ook een schoffel. En dan gaan we even ook... We hebben ook wat zaden opgepakt, dacht ik. In de kist in het begin. En een stukje hout daar had ik wel lekker liggen. Dan gaan we dit even fijn ontginnen. Kom op. Nou, snel terug. Oké. Daar gaan we dan. Wij maken een... wat zie ik dan nou? Ik moet eens planken maken natuurlijk. Ja, logisch. Kan ik, hoeveel heb ik bij me aan hout? Houten planken 8. En aan spulletjes. Hoeveel hout heb ik nou? Waar kan ik dat nou zien? Cobblestone, planks, dirt. Oh hier, 57. Oké. Dan zullen we eventjes... dan zetten we er nu 30 om. 30. Heb ik dat niet? Planken. 30. Craften. En dan kan ik hier bij gereedschap... Hopelijk. Oh ja, hier. Oké. Een bijl kan ik maken. Ja. Daar heb ik de spullen voor. Een ho. Nou, dat gaat goed. Met een ho kan ik namelijk... we hebben de ho hier. Die kan ik eventjes hier neerzetten. En ik heb ook een bijl. Goed. Oké, de ho. Daar kan ik mee omspitten. Yes. En dan kan ik daar bijvoorbeeld de bolt bulb seed implanten. Wat doen we daarmee? Hoeveel heb ik ervan? 3. En wat voor heb ik nog meer dan? Heb ik nog meer zaden bij me? Ja, wheat seed heb ik ook nog. Die planten we aan deze kant. Oh, ik heb te weinig ruimte. En nu? Nog net niet genoeg. Nu wel. Nou, ik ben benieuwd of dit lekker gaat groeien. Dat zou leuk zijn. Oké, dan moet ik plant fiber hebben. Wie ze zijn? Ze zijn oké. Ze zijn vriendelijk, hè? Cool. Dan moet ik plant fiber hebben. Daar zou ik waarschijnlijk de bel voor nodig hebben. Vermoed ik. Yes. Oh, dat gaat allemaal stukken fijner. Zullen we hier even kijken ondertussen?
En dat is ook een knop met. Als ik nu met rechts klik, dan hangt de achtergrond weg. Zie? Dat is echt vet. Met links doe ik de voorgrond en met rechts de achtergrond. En kan ik ook zien wat ik gevonden heb. Dirtblok. Ik heb niks weggehakt. Oké. Zo. Wat is dit dan? Kan ik dit kapot maken? Oeh. En nu? Wat heb ik nou kapot gemaakt? Misschien is het wel heel dom wat ik dit gedaan heb. Nou ja. En hier zit ook nog een fakkel neer. Het is wel lekker dat je goed kunt zien waar het licht stopt. Dan kun je makkelijk even fakkels plaatsen. Wat hebben we hier voor spul? Wat is dit? Even benieuwd. Koper is dit. Oh, koper. Het klutst gek omdat het in die rare grond zit. Er zit zo'n leuk visje daar. Nou, die houweel die bevalt me goed hoor. Maar ja, goed, als je straks koper vindt, kun je natuurlijk ook koperen gereedschap maken. Misschien zelfs ijzer. En zo een beetje upgraden. Je kunt ook blokken terugzetten. Want ik heb natuurlijk superveel dirt. En die kan ik terugzetten. Voor mij was dat gisteren. Toen ik de eerste indrukvideo opnam. Toen wou ik blokken terugzetten. Zet ik van die hele grote blokken neer. Maar dat heeft dus helemaal te maken met die shift knop. Dus dat zal ik even laten zien. Even dit even weghalen. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld deze blokken kies, dan zet ik hele grote blokken weer weg. Maar als ik nu shift ingedrukt hou, dan zijn de kleintjes weg. Is dat allemaal best goed geregeld. Kijk, dan is het weer gefixt. En dan kan ik weer naar boven. En dan zijn we hier. En volgens mij kan ik nu een boog maken. Ik vraag me ook af of ik daar een werkbank voor nodig heb. Ik denk het als niet. Nee, zie, die kan ik gewoon maken. En ik heb een boog. Dan moet ik die alleen wel even bij mijn spulletjes zetten. Dus ik doe hem wel even in de plaats van de Planet Fiber. Kan ik het ook hier neer doen? Oh ja. Ik ben benieuwd of ik, als ik het op de grond gooi, waar het dan terecht komt. Gooi ik het eigenlijk op de grond? Geen idee. Nou. Ik deed nu net als ik mijn naam erboven mogen staan. Oké, wij gaan op jacht. We gaan een monster schieten. Zullen we dit monster maar doen? Oh, misschien is het handig om eerst dan gewoon een lel te geven. En nu het laatste stukje met de boog te doen. En laat die vallen. Leer. Oké, dat is nog geen vlees. Dus ik moet even beter mijn best doen. Oké, zwaard. Zwaard. Oh ja, met één wissel ik. Ik heb er allemaal fakkels neergezet nu. Dat was niet helemaal de bedoeling. Waar die fakkels dan weer weg? Ik denk... Zo ja, oké, super. Er zijn wel heel veel vijanden hier. En als ik nu mijn... Ik moet eigenlijk mijn boog, net zoals in Minecraft. Het wordt donker trouwens. Ik moet mijn boog op 5 hebben. Zo. En als ik dan 1 doe, als ik 5 doe, dan krijg ik ook mijn zwaard hier. Ik ben er slecht aan toe trouwens. Oké, nog een keer. Ga ze dood?
Ik pak... Ik ga niet helemaal goed. En nu ben ik dood. Oké, okay. Ik heb 81. Wat gebeurt er nu met me? Oh, ik word weer in elkaar gesleuteld. Handig. Cool. Dit vind ik cool. Oké, okay. Terug naar de planeet. Ik ben 30 van die stukken dinges kwijt. Even kijken, ik heb een kampvuur nodig. En dat maken wij. Zo. En die kan ik nu ergens neerzetten, denk ik. Zullen we het maar even hier doen? En dan bouwen we meteen maar eventjes, als we dan toch bezig zijn, een hutje om ons heen. Van kobbel. Zullen we dat doen? Zo. Ja, zo doen we dat. Nee, het mag wel wat hoger eigenlijk. Zoiets. Oké, okay, we zitten nu al ingesloten. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dan kan ik natuurlijk wel weer oplossen. Die zetten we terug. Dit hakken we weg. Oh, dat vind ik wel mooi zo. Oké, okay, kan ik ook een deur maken? Hier komt alles aan. Ze kunnen mij niet raken blijkbaar, dat is prettig. Hoe maak ik een deur? Plank heb ik nog. Ja, ik heb nog genoeg planken, lijkt het. Ik kan hier ook een deur maken. Nou ja, dat moeten we later nog maar uitzoeken. Ik hak mezelf eerst maar weer een weg naar buiten. Ik heb in ieder geval een beetje een plek om te vluchten. En... we gaan op jacht. Ik heb vlees nodig. Blijf maar lekker zitten daar, heel goed. Wat laat hij vallen? Het lijkt me ook weer leer, of niet? Dit is ook weer leer. We hebben nog meer van die beesten. Blijf lekker daar. En... leer. Allemaal leer. Maar ze zijn snel, die gasten. Zo. Kom op. Ja. En dit ziet er beter uit. Raw alien meat. Cool. Ik hoor dat trouwens links van mij wel iets geks. Nou, ik mets mezelf eerst nog even in. Misschien wel goed. Om even te doen. Zo. En dan gaan we eens even kijken. Want ik heb nu raw alien meat. Dus dat zou betekenen dat ik dat nu moet kunnen. Even hoor, koken.
Ja, hier is kookminuutje. Koek. Cool. Quest complete. Enjoy. If you're a vegetarian, toss it away and start planting crops. Dat heb ik ook gedaan trouwens. Except for your rewards. It's time to craft a furnace. You need to obtain some cobblestone, a campfire and some coal. Dat heb ik allemaal. Dat is handig. If you'd like to know exactly how much of each you need, access a crafting table, untick materials available and mouse over the recipe to see its ingredients. Okay, cool. Nou, we gaan dus een oven maken. Daarvoor heb ik de spullen. Die kan ik hier dus gewoon neerzetten. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Ik wil bedanken voor het kijken. Het eerste kleine nederzettingje is gemaakt. Ik heb een hutje. Ik heb nog niet een muur erachter, nog geen deur erin, maar vooruit. Ik heb een mutje, een gigantisch zwaard. Wat ik ook al even miste trouwens. Wat gereedschap. Een klein boerenlandje. En dat begint ook al aardig te groeien. En het is nu op dit moment donker. Maar ik sta aardig safe. De volgende keer, dan... Oh ja, zie dit? Dat heb ik trouwens gezien. Dit heeft te maken met je temperatuur. Als het te koud wordt, dan ga je dood van de kou. En in de buurt van het vuur heb je daar dus geen last van. Handig bedacht. Hey, maar goed, de volgende keer gaan we verder met het maken van een fornuis en dat soort dingen. Maar voor nu zit het erop. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Duimpje omhoog is welkom. Reacties, ook leuk. Deel het met iedereen. En ik zie je dan heel erg graag de volgende keer weer terug. Bye-bye.